Ik voel een beetje wind, dus ik ben sowieso buiten. Maar ik hoor wel heel veel mensen, ik hoor een menigte. Verschillende talen ook. Ik hoor Engels. Toeters. Ik ruik ook eten. Ik ruik volgens mij mijn collega. Als ik zo aan mijn voeten voel, het is geen gras. Ik hoor ook geen muziek. Hè. Ik kan hier niks van opmaken, niks. Ik hoor gewoon geroezemoes. Today is the day. Getting ready to get dropped. Ik weet niet voor wat ik mij moet klaarmaken. Ik denk dat het gewoon een festival is. Ja, dat kan niet anders. Graspop. Ja, ja. Dus is mijn planning om mijn outfit zo zwart mogelijk te maken. Ik ben helemaal festival ready. Wat denk je hiervan? Niet helemaal in het zwart? Welkom bij The Drop, waar we twee nietsvermoedende hosts droppen op een voor hen onbekende plek. Slagen ze in hun opdrachten, dan krijgen ze tokens die hen een prachtige beloning kan opleveren. Lukt dat niet, dan staat hen een iets minder aangename verrassing te wachten. Okay. Yes. Yes. Sally! Weet je waar het is? Weet je waar we zijn? Ja, maar op het... Ja, het EK. Het EK, hè. Ik ben eigenlijk wel verrast, omdat ik er eigenlijk zeker van was dat we naar een festival gingen. Ik dacht wel echt niet dat ik in Keulen ging terechtkomen. Ja, ik dacht graspop, vandaar ook de zwarte kleden dacht. Ik dacht, ja, graspop of een begrafenis, laat ons open, niet van de Rode Duivels. Noem eens een paar Rode Duivels, nee, Sally. Nee, dat is een paar Rode Duivels. Een. Lukaku. Ja. De Bruyne. Ja. Witzel. U, kom, nog twee. Hier, Courtois. Dat gewoon moeten knippen, denk ik. Oh ja. Ik ken niet veel van voetbal, maar ik heb het gevoel tegen het einde van de dag dat dat helemaal anders gaat zijn. Ja. Een hyperbelangrijke wedstrijd, hè. Er moet gewonnen worden. Ja, en wij komen onze steun nog eens een keer geven. Yeah. Ik heb er zoveel zin in. De sfeer is er al. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben echt heel hyped. Ik ben ook heel beïnvloedbaar. Dus vanaf dat mensen zo... Voilà, see. Dan ben ik direct mee. Dan voel ik dat direct. Welkom in Keulen. Jullie hebben ongetwijfeld wel al door waarom jullie hier vandaag zijn. Maar hoe aangenaam jullie uitstapje hier wordt, hangt volledig van jullie zelf af. Er staan jullie drie opdrachten te wachten waarbij jullie telkens een token kunnen winnen. Halen jullie er twee binnen, dan wacht jullie een fijne verrassing. Als Angel en Sally deze drie opdrachten tot een goed einde brengen, dan wacht hen een VIP-ticket voor het Vandorp. Lukt het hen niet, dan zullen ze in een Roemeense voetbaltenue naar huis moeten liften. Dit wil ook zeggen dat ze de match zullen missen. Maar dat alles komen ze pas op het einde van de dag te weten. Hier is alvast jullie eerste opdracht. Overtuig drie Roemeense supporters om vanavond voor België te supporteren. Ik wil dus drie Roemenen zien in Belgische outfit met alles erop en eraan. Jullie tijd gaat nu in. Dat is toch onmogelijk? Telk mij onmogelijk. Hebben we jokers? Dat zetten we nu al in. Dat zetten we nu al in. Ja, nu al in. Ja, ik weet niet, kan je Roemeens trouwens? Ik kan geen Roemeens. Ah, maar ja! Maar kunnen we, want, allee. Ja, juist. Ik denk dat we best vertrekken. Ja. Let's go. Ja? Ik ben er heel positief over. Ja, jij kent niets van voetbal, hè? Misschien maak ik naïef, ja, precies. Er is heilig geen iets om een ander tenue aan te doen, hè? Ja, oh. My friend, I have one question for you. Okay. And we are looking for Romanian fans who want to wear the jersey of Belgium. Yeah, for 1 million euro. Romania! Romania! Do you want to do something for us? Yes, you like. Yes. Oh my god, yes. Je hebt twee soorten Roemenen. Je hebt er die zeiden van, no problem my friend, I will put on the jersey. En je hebt er die zeiden, no way in hell dat je dat ooit aandoet. Mag ik dat zeggen? Ik vind dat het eigenlijk echt wel heel makkelijk ging. Goeie vrienden gemaakt. Ja, we moesten er drie doen, hè? Dus ja. Ik heb er drie geteld. De eerste opdracht is geslaagd. De eerste token is dus binnen. Maar de overwinning is nog lang niet in zicht. Tijd voor opdracht 2.
Jullie zijn ondertussen ook al wel wat Belgische supporters tegengekomen. Maar kennen zij ook het Belgisch volkslied? Verzamel 50 Belgen en laat hen het Belgisch volkslied zingen. Ook hiervoor krijgen jullie weer een uur de tijd. Veel succes. Easy. Ja? Easy. Denk je dat? Zo makkelijk. Hoeveel zinnen ken jij dan? O, dierbaar Belgen. Misschien toch nog eens even opzoeken. Ja, wie kent er nu eigenlijk de Brabazon echt? Niemand toch? De tijd loopt, Sally. Oei. Ja, oké. Okay, kijk, kom, kom, kom. We hebben even in het begin geprobeerd van ja, individueel, we gaan een groep creëren. Dat lukte maar niet en we kregen die maar niet bij elkaar. En toen had ik een ingeving. Ik vond het even emotioneel ook. Ik vond dat pakte mij wel. Maar zo, iedereen stond daar recht en die ging echt zo staan. En dan gingen die echt zo gepassioneerd zingen. En ik vond het eigenlijk wel een heel mooi beeld. Aan enthousiasme ontbrak het jullie niet, maar de Brabantsonne herkende ik er toch niet meteen in. Dit groep kan ik helaas niet goedkeuren. Angel en Sally blijven op één token hangen. De laatste opdracht zal dus bepalend zijn. Tijd voor jullie laatste opdracht. De Rode Duivels beginnen om 9 uur aan hun match. Jullie hebben dus nog even de tijd om hen te spreken. Maar lukt het jullie om een Rode Duivel te spreken? Met deze opdracht kunnen jullie een laatste token binnenhalen. Succes! En denk aan jullie tijd. Yes, yes, yes. Ja, dat gaat lukken. Ja? Maar ik... Ik kan toch niet. Hoe zelfs? Oh my god. Die zijn hier niet, hè? Oh jee. Die zijn hier niet, denk ik. Ah ja. Wel ja. Blij dat we heel even misschien, ik sta daarvoor, heel even uit de drukte. Ja, we gaan even rustig een ijsje eten ergens. Lekker. Zullen jij nu echt een ijsje aan het eten in de Belgische driekleur? Ja, sorry, je moet toch aan het thema blijven. Wij gaan niemand kunnen spreken. Dat lijkt me onmogelijk. Maar wacht. We moeten een Rode Duivel spreken. Ja, die zijn volgens mij in het stadion al. Hey, drie uur voorhand. Denk het wel. Denk het wel, ja. Met afstand de moeilijkste opdracht, want ja, je denkt oké, aan een actieve rode duivel. Hey, Lukaku. What's up? Nee, lukt niet. Onmogelijk. Dus dat plan hebben we meteen laten varen. Een rode duivel. Een rode duivel. Schiet. Maar ben je niet voor eeuwig een rode duivel? No. Zal ik proberen naar Sam Goris te bellen en misschien gaat hij de wedstrijd kijken met zijn schoonvader. Dan hebben we Jean-Marie. Het is natuurlijk het gras aan het afdoen. Hè? Sam van niet opnemen. Sorry. Oh, kak. Toby, wacht. Ik kan Toby al de wereld sturen. Ja. Het is wel via Instagram. Ik heb er geen nummer van, hè. Ja, dat zijn nog geen besties. You never know. In één keer... Ja, ik weet niet wat het was. Het kwam uit de lucht gevallen. De Angel, hè. Geniaal. Kibbits. Ik werk met iemand samen. Maar wie? Tim Vervoort. Okay. Dat is de zoon van... Patrick Vervoort, ex-Rode Duivel. Timmeke. Ja, die stond op de plaat in Heidegem. Het is naast Oké. Je moet hem nabellen. Nabellen. Ja. Goed. Stuur ze een nummer daar en bel dan maar. Oké, merci, Makker. Merci. Yo. Hallo. Hallo. Goedenavond, Patrick. Yeah, hallo. Je spreekt met Angel en Sally. Zeg, wij zijn hier momenteel in Keulen. En wij zouden heel graag, heel kort, een pronostiek willen van ja, een ex-Rode Duivel. Dus ja, Patrick, wat denken we dat geworden? Ik denk 2-1. 2-1. En wie scoort het? Ik hoop Romelu tweemaal. Tweemaal, oké. Okay. Super, bedankt. Oké. Oké. Yo, merci, bye bye. Yo. 2, oké. Patje Vervoort. We hadden toch graag een actieve Rode Duivel gehoord, maar we geven toe, de opdracht was voor interpretatie vatbaar. En daar zijn jullie creatief mee omgegaan. Ja. Zijn jij klaar? Ja. Zien of dat we het gaan? Ja. Doe maar.
Oh my god, yes! Groningscoating. Proficiat. Jullie slaagden er nipt in genoeg tokens te verzamelen. Hopelijk doen de rode duivels het straks beter. Maar dat gaan jullie met jullie eigen ogen kunnen zien. Want jullie krijgen VIP-tickets voor het Van Dorp hier in Keulen. VIP, dat is onze stijl. Yes, ja, ja. Geniet ervan. Ik heb dat. Alsjeblieft, ja, wij hebben dat. Bedankt, Patrick. Waar onze hosts binnenkort gedropt worden? U ziet het op Pix. Ik denk dat tijd om naar huis te gaan. We gaan naar huis. Ja.